Dag beste kikkers. Leuk dat je verkeken naar de lokale moestijn. Na de doordeeldekking op 4 mei in Stijn volgt zondag 10 mei de doordeeldekking in Bergen de Maasplaats. Nou een heilige mis voor de oorlogsslachtoffers volgt een bloemhulde. Kijk je maar even met naar de volgende reportage die onze cameraman maakte. Is alweer lang geleden. Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt, wordt ieder jaar kleiner. Hierdoor kennen steeds minder mensen uit eigen ervaring het gevoel van onvrijheid en mede om die reden blijft het zinvol de doden die vielen voor vrijheid en vrede te herdenken. Het is onze taak om de nieuwe generatie te blijven vertellen over de gruwelen van de oorlog. In de hoop en verwachting dat deze verhalen en dit bewustzijn een nieuwe oorlog voorkomt. Vrijheid blijft niet vanzelf bestaan. Wij allen zullen hieraan moeten blijven bouwen. Steen voor steen. En steeds weer. Uit respect en eerbied voor degenen die hun leven lieten voor onze vrijheid. Angst, duisternis en hoop zijn schitterend verwoord in het gedicht van Jinte Trollman, genaamd Kleuren. Kleuren. Geef mij een palet en ik schets met de donkerste kleuren, zwart, grijs, het diepste en het donkerste blauw. Geef mij een palet en ik schets wat is geweest en wat nooit meer mag gebeuren. Geef mij een palet en ik schets de wanhoop, woede en het onbegrip die wij nooit zullen begrijpen. De donkerste kleuren. Geef mij een palet, een sprankje geel, een sprankje hoop, hoop op vrede. Mag ik u en mij toewensen dat we door te herdenken geïnspireerd worden en blijven om te blijven bouwen aan een wereld van vrede. Vandaag, morgen, iedere dag weer. Tanko Susum Koda zingt nu een passend lied getiteld Zal er ooit een dag van vrede?
tafel worden gezegend, maar symbolisch doen we dat hier, meneer Pastoor, door de halmen te besprenkelen met wijwater. Mario Peters draagt nu het gedicht Vrijheid van Nienke Woldmeijer voor. Het gedicht van Nienke Woldmeijer heet De Stille Getuige. De boom aan de rails, omringd door prikkeldraad, torende boven het wachtershuisje, geworteld in grond van ellende. De boom hoorde de doffe knallen, rook de mist van angst, zag een uitzichtloze weg, wanhoopte een eindeloze strijd. Troostend het kind met verdriet, omarmend de vrouw in wanhoop, bemoedigend de man zonder zonder uitzicht, beschermend hen zonder schuilplaats. Bladeren fluisteren de herinnering, takken vertellen het verhaal. De bast verzacht de pijn, de wortels vangen de tranen. De boom vertelt het verhaal van toen. Het staat gekerfd en wordt nooit vergeten. Nu volgt de bloemlegging als eerbetoon aan alle gesneuvelden. Burgemeester mevrouw Leurs-Moordan en wethouders namens gemeente Stijn. De heer Peters en de heer Willems namens Oranje Comité Stijn. De heer Bogers namens familie Oudstrijders Regiment 1237 RI. De heer Mostert namens kunstkring Arnold Zouwen. De heer Peters namens Stichting Dodenherdenking Stijn. De heer Wagemans en de heer Groos namens de Indië-veteranen. Een lid van Harmonie Sint-Jozef speelt nu The Last Post. Thank you.
geachte aanwezigen, graag willen wij zonder enige uitzondering iedereen bedanken voor deze bijdrage aan de sfeervolle herdenking. In het bijzonder danken wij Schutterij Sint Hubertus, Harmonie Sint Jozef en Zangkor Soesem Corda voor een jarenlange bijdrage aan deze plechtigheid. Alle genodigden worden verzocht zich met begeleiding van Harmonie Sint Jozef naar Hotel Café Knoos te begeven. Dank je. Thank you.